De lente is in volle gang en dat betekent dat het festivalseizoen er weer aankomt. Ook hier in de regio staan er weer verschillende festivals op de planning. Bij de special guest in Wijchen zijn ze druk bezig met het maken van kostuums en de styling van meerdere festivals. Van Emporium tot aan de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. De special guest in Wijchen verzorgt de volledige styling. Outfits, decoratie en belevenissen. Sjoerd geeft ons een kijkje achter de schermen. Hier zijn we aangekomen eigenlijk in de opslag. Om het even plat te zeggen. Waarvan de creaties die we gemaakt hebben heel veel. Of verzameld of aangepast. En dat hebben we hier allemaal inmiddels zo goed als gecatalogiseerd. Geprobeerd op soort te hangen. In opdracht van het festival werken ze een hele act uit die past bij het thema, zoals accessoires. En dit doet Sjoerd niet alleen. We hebben hier Edwine. En Edwine, partner in crime hier in het atelier, is bezig met een headpiece voor danseressen voor op festivals. Dit zou het worden dan, maar dan met een lekker sexy pakje bij hele knappe modellen. Ieder vogeltje moet ook wel eens naar de kapper. En deze vreemde vogel is momenteel bij de kapper. Even knippen en kleuren. We hebben kostuums en die moeten aangepast worden en uitgebouwd voor dit festivalseizoen. En er is nog een hoop werk aan te verrichten en daar is Robin nou mee bezig. Sjoerd is vanaf kinds af aan al bezig met theater, zang en dans. Zijn creativiteit heeft uiteindelijk geleid tot dit bedrijf. En inmiddels hebben ze bij de special guest al een flinke collectie aan kostuums opgebouwd. Het is dan ook moeilijk om een favoriet te kiezen. Toch springt er eentje echt voor hem uit. Dit is een corset gemaakt van Worbla. We hebben ooit een act gehad met Warrior prinsessen. En hebben de Disney prinsessen hebben we zeg maar een beetje à la Xena, heel stoer gemaakt. Maar dat is wel een heel trots iets waar veel werk en liefde in zit.